Plato in gesproken teksten, symposion, tekst 15b. Eros is het verlangen naar onsterfelijkheid. Een kleine, maar belangrijke passage. Maar het gaat eigenlijk vooral over het goede en het schone. Het kalos en agathos. En we zullen zien dat het goede eigenlijk hoger wordt gesteld dan het mooie. Het mooie helpt je om het goede, namelijk de ideeën, naar buiten te brengen. Maar het mooie is dus niet meer dan een middel om het goede te bereiken. En uiteindelijk is het goede, wil je dan verwekken vanwege de bedoelde onsterfelijkheid. En je wil het goede altijd, voor altijd in je bezit hebben, zoals we hebben geconcludeerd. Die twee redeneringen zitten in dit kleine stukje. Estingar, o Socrates, e fer u tu calu ho eros. Want, Socrates, zei ze, liefde is niet gericht op het mooie, zoals jij meent. O jij, tweedenkenfout, medium present, zoals jij meent. En calu is natuurlijk de genus objectief, is niet gericht op het mooie, zoals je meent. Anatimen, maar wat krijgen we dan nu? Wat is dit nou weer? Nou, liefde is gericht op voortbrengen en verwekken in het mooie, in het schone. Dus het is gericht op iets anders, maar het is gericht op verwekken en voortbrengen in het schone. En door calooi. Dus een intermediair, dat schone. Eien, vooruit dan maar, zei ik. Oké, zei ik. Panumen un, efe. Zeker oké, zei ze. Tida un tes genesios, vraagteken. Wat is dan, waarom is die liefde dan gericht op het verwekken, op het voortbrengen, genesios? Omdat, geeft ze zichzelf in antwoord, het genesis, de verwekking, het voortbrengen, is iets aigenes, iets eeuwigdurends. En iets onsterfelijks. Atanaton en aigenes, allebei onzijdig en gesubstantiveerd. Iets eeuwigdurends en iets onsterfelijks. Voor zover dat mogelijk is, voor een tsnetos, voor een sterveling. Voor iets sterfelijks, maar ook. Athanasias de anakaion epitumein. Beta agatou. Het verlangen naar Athanasias, naar onsterfelijkheid, is noodzakelijk verbonden met beta agatou, met het mooie. Op grond van wat we overheen gekomen zijn, namelijk in tekst 14f. Het begin dat Eros is een dadendrang om het goede te bereiken. Weet je wel, hadden we gezien van ja, wat is liefde dan? Nou, dat is het verlangen om het goede eeuwigdurend aai, steeds maar weer, altijd, te hebben, in het bezit te hebben. En eeuwigdurend is dus eeuwigdurend. Dus dat is de andere redenering. Hier gaat het om eeuwigdurendheid, onsterfelijkheid, omdat je ideeën voortbrengt die steeds maar weer doorgaan. Je blijft onsterfelijk, omdat ook na jouw lichamelijke dood je ideeën of je kinderen voortleven. Dan blijf je als het ware onsterfelijk. En hier gaat het om van ja, een erastes, iemand die bemint, die iets in zich heeft, die wil steeds het goede altijd in zich hebben. Altijd is onsterfelijkheid op grond van wat er overeen gekomen zijn. Als werkelijk, dan heb je hem. Toe agatou heiau toe einai aai eros estin. Als werkelijk eros estin liefde is, het verlangen naar toe einai, dat het is voor zichzelf het goede. Dat het goede altijd voor zichzelf is. Aai, dat is het belangrijkste woord. Altijd voor jezelf is. Anakaion de ek tutu tuologu, noodzakelijkerwijs op grond van deze redenering, is dat de liefde gericht is op athanasia, op onsterfelijkheid. Dat zijn de belangrijkste woorden.